Mijn snelle kipsalade maak ik vaak met een simpele sojasauskip. Dit is een super simpel recept waarbij je kipfilet alleen op smaak brengt met sojasaus. Deze kip combineer ik graag met de salade met sappige persinaasappel voor een gezonde en lichte maaltijd. Om de kip te maken bak ik de kip eerst aan beide kanten op hoog vuur tot goudbruin. Als je hiervoor een goede pan met anti-aanbaklaag gebruikt, heb je geen olie nodig. Als beide kanten goudbruin zijn, giet ik er water en sojasaus bij. Als het water kookt, dek ik de pan af met een deksel en verlaag ik het vuur. Na 3 minuten draai ik de kip om en laat ik de andere kant nog eens 3 minuten koken. Vervolgens kook ik de saus in op hoog vuur. Als de kip alle saus heeft opgenomen, laat ik de kip nog kort afkoelen voordat ik het in plakjes snij. Deze kip is het lekkerst als je hem warm eet, maar je kunt hem ook prima koud eten. Een gezonde lunch voor mee naar werk. Wil jij ook vaker salades eten? Geef dit filmpje dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer! We'll be right back.